Maandagmorgen is er een kind aangereden op de Kennemerstraatweg in Heilo. Het jongetje kwam vanaf het Slimpad en stak zonder te kijken de Kennemerstraatweg over. Een automobilist die richting Liemen reed, kon het kind niet meer ontwijken. Het jongetje kwam met de fiets half onder de auto terecht en is met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis. De dienst verkeersongevallenanalyse kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar het ongeval.